down, girl. Whoa-oh, but I'll be alright. Whoa-oh, you let me down, girl. Whoa-oh, I'll be fine. Whoa-oh, you let me down, girl. Whoa-oh, but I'll be alright. Yeah, Rooftop Renegades en Ground Beneath My Feet. En we gaan terug naar ons zomerterras. Naar Mike van Beveren, want hij heeft terug een nieuwe gast. Ja, inderdaad. We staan terug op ons zomers Koen Krukkenterras. En daar staat ook een grote meneer uit de Vlaamse hitwereld op ons podium nu. Of op ons terras, moet ik zeggen. Frank Valentino. Dag Frank, goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Ja Frank, ben je met de cabrio gekomen? Nee, die was vandaag niet... Echt het ding om te gebruiken, gezien het niet echt mooie weer. Nee, ja. Dus we hebben het dak er niet afgehaald. En we zijn met een kleine modelletje de baan opgegaan. Even normaal doen deze. Ja, zeker weten. Zeg Frank, je bent terug van weg geweest, mag ik dat zo zeggen? Ik bedoel daarmee terug van weg geweest uit het buitenland, terug naar België gekomen. Ja. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Maar het verhaal buitenland is direct of is over voor jou? Is een afgesloten hoofdstuk? Zeker weten. Ik ben een paar jaar in het buitenland gewoond. Ja, door omstandigheden. Er zijn keuzes die je maakt. Ik was op dat moment een beetje uitgekeken op de Vlaamse showwereld. De muziekwereld in het algemeen. Maar ja. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Altijd zon is ook iets wat op de duur gaat vervelen. We misten onze kinderen, Nancy en ik. En er longte weer een mogelijkheid om toffe platen te maken. Om de carrière weer een nieuw leven in te blazen. En we zijn helemaal terug. Ja. Zeker weten. Daar zijn we heel blij mee natuurlijk ook. Zeg Frank, mogen we eventjes de geschiedenisboeken openslaan? Waar is het allemaal begonnen voor jou? Oh, als ik helemaal naar het prille begin terug ga, moet ik naar 1981. Daar was ik iemand die furore gemaakt heeft in de Baccarabeker. Meteen was mijn platencarrière gestart, want ik kreeg een platencontact bij Johnny Hoes. En ik zat bij de BRT Big Band. En het is allemaal begonnen toen. Ene plaatje na het andere gemaakt. Het was ook de tijd dat de vrije radio's overal tot stand kwamen. En na een paar jaren kwam toen ook... VTM, ten tonele. Met het legendarische Tien om te zien. Ja. Heb ik een twintigtal hitjes in gehad. En we hebben genoten van al die jaren dat er heel veel op de baan te doen was. Dat er heel veel op tv gebeurde. Kortom, ja, een heerlijke tijd. Ja. Waar we met heel veel graagte aan terugdenken. En dan is het even stilgevallen, zoals voor iedereen. Ja. Ben ik ook wel in de muziek gebleven, gedeeltelijk. Met, laten we zeggen, die optie dat ik meer entertainment deed. Dat ik langere optredens deed. Dat ik veel meer Engels zong. Dat ik ook een paar zijsprongetjes waagde. En ondertussen vond ik het nu het goede moment, gezien het aanbod, om in te gaan op mijn platencontract. Ja. En zeg maar te gaan voor een nieuwe impuls in de carrière, waarvan de eerste single inderdaad de cabrio is. De cabrio. Mag ik zeggen dat die single een beetje doet terugdenken aan die tijden van Tien om te zien? Het sluit wat mij betreft zeker aan bij die hitpotentiële tijd. Ja. Ik heb nadien nog wel platen gemaakt, maar laat ons toegeven, platen maken en platen maken is twee. Ja. En een studio en nog een studio, dat zijn er ook twee. Ja. Mensen met wie je werkt, de arrangementen die je laat maken, producers, het heeft er allemaal mee te maken. Kortom, nu ben ik helemaal trots en sta ik voor de volle 1000% achter dit product. En op dezelfde weg gaan we verder. Dat zijn een soort dingen dat we willen maken. Nou, aansluitend bij inderdaad het hitverhaaltje van in de tijd. Ja, en het klinkt eigenlijk wel nog ook anno 2017. En het moet uiteraard heden ten dagen... up-to-date klinken. Ja. Je moet mee met de stroom, je moet mee met het geluid dat er is. Ik ben al die jaren ervoor een beetje op mijn vroegere automatische piloot verder gaan werken. Was dat slecht? Nee. Maar goed, ik vond er ook zelf geen uitschieters bij. Hier en daar was er een lokaal succes. Maar als je echt met de hedendaagse muziek zien wilt meedraaien, is er toch dat gegeven een goede clip. Ja. Visueel is minstens zoiets nog belangrijker dan een goede audio. Het geheel moet er zijn, het plaatje moet compleet zijn. En daar kiezen we voor. Ja.
Je bent vandaag te gast op Radio Meteor, Frank. Je bent ook regelmatig te zien op MenTV. Hoe belangrijk zijn dergelijke kanalen voor jullie als promotie? Bijzonder belangrijk. Ment is niet meer weg te denken. Dat is ook de enige schakel die we hebben als Vlaams artiest, zeg maar, met onze producten naar het grote publiek toe. Dat was het succes van Tien om te zien. De mensen hadden al die jaren op hun honger zitten wachten. En plots kwam daar een programma waar ze konden naartoe kijken, meezingen, muziek horen in eigen taal, makkelijk mee te zingen. Dat was weg. En Ment heeft die plaats weer heel goed ingenomen. Het is natuurlijk op de kabel. Maar sinds dat ze zowel Telenet als Proximus klanten voorzien van het goede beeld en het goede geluid. Mag je zeggen dat we nationaal heel goed uit de doeken worden of in de verf worden gezet. Ook TV Oranje in Nederland is wat mijn plaatje betreft ook op de kar gesprongen. Dus ja, die dingen, dat is de media die je echt moet hebben. Ja. En uiteraard is het medium radio nog altijd even belangrijk. Mensen luisteren vaak in de auto, thuis, op het werk, in de winkel. Dus het radiogebeuren is zeker belangrijk. Maar wat natuurlijk toonaangevend is, is een zender op televisie. Ja. Geef toe, dat was in de tijd van VTM, Tien om te zien zo. Ment houdt dat ook weer een beetje in ere. Je hoort dat wat op Ment komt ook opgepikt wordt door de meeste radio's. Dus kortom, het is een kettingreactie. Daar hebben we vroeger moeten van hebben. En dat is vandaag de dag weer een beetje het geval. Ja. Het is zomer, het is vakantietijd volop deze dagen. De zomer van Frank Valentino, is dat een drukke zomer? Ja, toch vrij druk hoor, want augustus zit zeer goed bezaaid met optredens. Juli was niet slecht. We zijn net in de Ardennen geweest voor een paar dagen optreden Ginder. Ja, het zit druk. En natuurlijk is er ook de plaat, waarbij we toch tal van promotie-interviews hebben, waar we wat radio's ook bezoeken. Ik kom net uit het Oudenaardse. Ja. Nu hier even halt in Aalter, bij onze vrienden van Meteor. Kortom, het is belangrijk om ook even bij de mensen een goede dag te zeggen waar de platen aan bod komen. Ja. En in dat geval zijn we blij dat we bij de gebruikelijke radio's ons zegje mogen doen, de platen laten horen. En even iedereen op de date houden van wat er aan de hand is. Ja, inderdaad, van wat er rijdt en zeilt. Ik kan me voorstellen, Frank, ja, jij bent natuurlijk al iemand die al een hele lange tijd bezig is in dit wereldje. Maar is er nog zoiets waarvan je zegt van, dat is nu nog iets wat ik heel graag zou willen bereiken in mijn carrière? Oh, ik ben blij met een heel goed draaiende plaat. En daar ben ik nu mee bezig. Dus we zorgen dat er in de toekomst meer van dat volgt. We gaan op dezelfde weg verder rijden. Het zal niet altijd met de cabrio zijn uiteraard. Maar toch hebben we die weg ingeslagen en gaan we die volgen. Voorts heb ik in mijn carrière ook altijd wat zijsprongetjes gemaakt. Ik ben ook altijd graag de man die een woordje placeert. Ik ben graag verbaal bezig. Ja. Dus ja, radio zegt mij iets. Presentatie in het algemeen zegt mij iets. Dus ik zal zeker op die karretjes ook wel proberen mee te springen. En zo ver mogelijk mee te rijden. Ja. Ik heb je uitgenodigd, Frank, niet alleen naar Radio Meteor, maar meer bepaald ook naar het Koen Krukkenterras waar je nu momenteel op staat. Ah, dat is En dat is dus een terras die inderdaad genoemd is naar Koen Krukken. En de reden waarom is, omdat Koen Krukken eigenlijk de eerste BV was die bij ons op dit nieuwe terras te gast was. Ach zo. Ja. En ik heb hem de vraag gesteld of hij Peter wil worden van dit terras. En dat was een volmondige ja. De naam Koen Krukken, wat zegt hij jou persoonlijk? Oh, ik ken Koen ook al jaren. Ik heb ooit een heel klein rolletje gehad in de film Panic Size van Gaston en Leo. En daar was Koen de orkestleider. Ik zat in het orkest, zo gezegd. En Koen was orkestleider. En we hebben elkaar door de jaren heen wat vaker tegengekomen dan gewoon is. Meestal bij optredens, bij televisie. En nu ook bij Mental. Een keertje kom je elkaar tegen. Dus het is een alomtegenwoordig persoon. Iemand die ook vocaal zeer sterk is. Ja. Heeft een klassiek geschoolde stem. Is muzikaal begaafd. En heeft natuurlijk ook zijn acteertalenten. Is ook van film harte thuis. Ja, ik vind het wel fijn wat hij doet. En dat is ook wat ik ook zo zelf een beetje doe. Niet in één hokje kruipen. Niet op één vakje blijven springen en toch wel vooruit gaan, maar meerdere zijsprongetjes wagen. Ja. We gaan straks luisteren naar de cabrio-hit uiteraard, want dat is nu de hedendaagse dagen wel eentje die heel toepasselijk is, zal ik maar zeggen. Ik wil jou heel hartelijk danken om toch eventjes wat tijd vrij te maken. Heel veel plezier. In de agenda van jou. We hebben nog een gastenboek in onze VIP-tent liggen. Misschien, als we willen, dat nog eventjes ook getekend krijgen van jou. Ja, dat zou plezierig zijn. En we gaan dus genieten en meeluisteren naar de cabrio van Frank Valentino. Frank, bedankt. Dank je.
is een oude stad.